dat is het, hè? Ze zeggen dat je blind bent. Ik ben inderdaad blind geboren. Goddank, ruik, proef, hoor en zie ik niets. Ik zou worden afgeleid. Ik heb twee handen. De best ontwikkelde handen ter wereld. Twee gouden handen, mag ik wel zeggen. Met mijn handen tast ik de wereld af, al is die klein. Mijn wereld bestaat uit wielrennersbenen. Er is geen been dat mijn handen bedriegt. Leg een willekeurig been op tafel en mijn handen noemen de naam van de eigenaar. Leg een uitgeblust been op tafel en ik moet zeer opnieuw een vorm in. Het zijn tovenaars, mijn handen. Zacht als balsem, hard als een bals. Met mijn handen heb ik niet. Wat een tonus. Mijn God, wat een tonus. Dit is een zeldzaam geval van klas. Van de juiste benenmix. Gespannen bas naar handen er niet bij. Mijn God, er zit muziek in deze benen. Mooie, diepe muziek. Prijs die ik op mijn tafel. Ach, er zijn geen woorden voor. Landschap van de musculus, quadratus, femoris. Vier hoofden gedijen in spier. De wereld zoals God haar bedoeld heeft. Je kunt in de dalen verdwalen, je kunt op de glooien versterven. Achter de musculus tibialis anterior, de voorste scheenbeenspier, wachten de apache op de kolonisten met hun barren en leren. De bijna schalkse ligging van de musculus biceps femoris ten opzichte van de musculus semitendinosus en semimembranosus verraden een lichtvoetigheid. Niet te verwarren met lichtzinnigheid in de koepelpedaal van dit natuurwonder. De patella, knieschijf, voelt niet tegen zich aan. De patella is strak, maar niet stram. De rectus femoris die weergaloos over de patella heen loopt, is niets anders dan een juweel. Maar komen op dit been is een ongehoord fraaie en efficiënte kuitspier. De musculus gastrocnemicus, welke slager zou dit feest van evolutie en trainingsnatuur niet voor zijn vitrine willen uitstallen? Prijs die ook, oh, prijs die. In mijn handen ligt jouw mond. Maak je brein leeg, ontspan, slaap terwijl ik werk.